We zijn na een korte pauze terug bij deze derde middag in onze reeks over Michel Foucault's bekentenissen van het vlees. En wij zijn nu aangeland bij de lezing die Mark de Kezel zal gaan geven met de titel Van Lust naar Verlangen en Terug. En ook voor jou, Mark de Kezel, zou ik het aardig vinden als kleine introductie op jouzelf. Als je misschien zou willen vertellen in hoeverre Foucault voor jou een belangrijke of minder belangrijke of allerbelangrijkste denker is en sinds wanneer dat zo is. Ik heb Foucault sinds jaar en dag gelezen, maar ik ben niet meteen een Foucault-specialist. Dus toen ik voor deze lezing moest een tekst schrijven, heb ik toch wel de noodzaak gevoeld om nog eens heel grondig door het hele project van die seksualiteitstheorie te gaan. En had ik meer tijd gehad, ik was het overzicht kwijt, moet ik zeggen. En in die zin ben ik blij dat ik verplicht ben geworden om nu die seksualiteitstheorie grondig te lezen. Maar bijvoorbeeld, ja, hè, de hele vraag, wat is precies biopolitiek? Want ik heb in Canada nog een heel jaar lesgegeven over la naissance de la biopolitiek. Het seminar gaat er al niet over, of gaat er wel over, dus dat is niet, hij laat het thema vallen, dat is een andere zaak. Goed, misschien kan ik meteen van wal steken, want zoveel tijd hebben we niet. En ik heb een veel te lange tekst geschreven, die veel te weinig over bekentenissen en begeert. Bekentenissen en begeert, zeg ik nu, les aveux de la chair, de bekentenissen van het vlees gaan. Dus, waarvoor mijn verontschuldiging, maar je zult zien, ik heb daar een aantal vragen over. Ik begin met wat ik normaal doe als een stelling. Maar die stelling is eigenlijk geen stelling, maar een vraag. Ik stel een aantal vragen, of één grote vraag eigenlijk, die al bij Marley te sprake gekomen is met name. Ik stel de vraag naar het subject. En daarmee zit ik wel degelijk in het spoor van Foucault zelf. Want ik citeer wat Marley ook geciteerd heeft, dat de Franse vertaling hier in de uitgave van die écrit van The Subject and Power. Ce n'est donc pas le pouvoir, mais le sujet qui constitue le thème général de mes recherches. Dus dat zie je bij Foucault altijd. Het gaat over macht wel, maar het probleem van het subject is nooit weg. In ieder geval, als je denkt dat Foucault voorbij het probleem van het subject is, dan denk ik dat je zijn spoor mis hebt. Goed, ik geef kort een overview van waar ik het over heb. Ik ga het heel kort, want dat is bekend eigenlijk, alhoewel, hè, het is altijd goed om toch die basistermen sterk in beeld te brengen. Ik ga het hebben over wat seks en biopolitieke tijden betekent, de probleemstelling. Dan ga ik even dat genealogisch onderzoek van Foucault in een kort bestek overlopen. Hij begint met een subjectief, zijn genealogisch project, die brengt hem tot de zelfdefinitie van de westerse mens als subject van verlangen. Dat is zijn grote kritiek op de seksuele revolutie die dan gaande is. En dan gaat hij van een alternatief voorzien, in wat genealogisch gezien daaraan vooraf gaat, het subject van onze zorg voor zichzelf. Het is vanaf punt 4 en 5 dat ik een aantal vragen stel eigenlijk. Wat is precies dit hele subject als de erotische zorg voor onszelf daarin te sprake komt? En als hij spreekt over een ander soort denken, wat Marley het ook over had, wat is dan het subject van dat ander soort denken? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? En wat zijn de vragen die daarbij opkomen? Eerst en vooral, subject seks in biopolitieke tijden. De context is bekend, er is seksuele revolutie in de jaren 70. Er is dat idee dat seksualiteit bevrijd is na die revolutie of in die revolutie. En Foucault daartegen, omdat Foucault zich keert in de grond van de zaak tegen het idee van bevrijding als zodanig. Omdat het idee van bevrijding de vooronderstelling in zich draagt dat er een punt is dat ontsnapt aan een verdrukkende macht. En vandaar dat hij de macht anders denkt en scherper formuleert in die late periode van zijn leven. Met name, als je denkt dat macht datgene is waarvan ik mij moet bevrijden, dan dien je de macht. Dat is eigenlijk zijn grondpunt. Eigenlijk. Omdat er geen plaats is buiten de macht, het kwam al ter sprake, er is geen plaats buiten de macht dat volledig aan de macht zou ontsnappen. Zo denken is denken in het soevereiniteitsdispositief. En wij zijn vanaf 1750 ongeveer, zeker vanaf de 18e en 19e eeuw, zitten wij in een ander paradigma om de macht te denken en te praktiseren, dat biopolitieke schema.
Ik geef eventjes hier een citaat, het begrip seks, hè, want het past natuurlijk op de seksualiteit, maar het zal bekend zijn. Het begrip seks bracht een essentiële omkering teweeg en bood de gelegenheid tot het omdraaien van een beeld van de betrekkingen tussen macht en seksualiteit, waardoor de seksualiteit zich niet manifesteerde in haar wezenlijke en positieve relatie tot de macht, maar als verankerd in een eigensoortig en onherleidbare substantie waar de macht probeerde zoveel mogelijk onderwerpingskracht op uit te oefenen. Op die manier maakt het idee van de seks, uitvinding van de vroege 19e eeuw, het mogelijk zich te onttrekken aan wat de macht tot macht maakt en biedt de gelegenheid de macht te denken als wet en verbod. Dat is zijn punt. Op het moment dat je seksualiteit denkt als macht en verbod, denk je dat seks ontsnapt aan macht en verbod en blijf je dus blind voor de ware mechanismen waaraan seksualiteit onderworpen is sinds de begin van, midden van de 18e eeuw, met name aan een biopolitiek paradigma. Hier denkt men seks nog reactief, als een reactie tegen de macht, terwijl seks gedacht moet worden vanuit een macht die positief actief gedacht wordt. Daar zit het denken van Nietzsche achter, het denken van de Leuze zit daarachter. Macht is iets actiefs en niet reactiefs. Dat is zijn punt. Dus kijk hier op de volgende dia. Ah ja, het blijft een feit, dat zegt hij, en dan richt hij zich tegenover de psychoanalyse eigenlijk. Het blijft een feit dat denken over de orde van het seksuele in termen van wet, dood, bloed en soevereine macht, uiteindelijk een tocht door de geschiedenis is in omgekeerde richting. Het seksualiteitspositief dient te worden gedacht vanuit de machtstechnieken die contemporain zijn aan dit dispositief. Dat is een punt. Eigenlijk, zijn kritiek richt zich op de psychoanalyse hier. De psychoanalyse denkt in termen die quasi volledig ontleend zijn aan een logica van het soevereiniteitsdenken, waarin termen als dood, als de bloedlijn, als de elementaire verwantschap zou Lévi-Strauss zeggen, de wet van het incestverbod. Dus al die termen die gaan terug op soevereine logica, terwijl dat de macht helemaal niet soeverein meer werkt, maar actief biopolitiek werkt. Niet dat dat op zich positief is, maar door de macht niet te denken in biopolitieke termen, mist je precies een macht-tegen-macht verhouding die je nodig hebt in je bevrijding, tussen aanhalingstekens, in je positieve verhouding ten aanzien van seksualiteit. Daar roept Foucault op. Dus het verlangen en de wet veronderstelt een soevereiniteitspositief. En dan die zin waar we het al over gehad hebben op het einde van het eerste deel van L'histoire de la sexualité. De lichamen en de lusten, daar moet je naar verwijzen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Als je het positief over seks, als je echt iets wilt doen met seksualiteit in onze tijd, moet je dat biopolitiek denken. En die biopolitiek betekent dat er tussen de mens en de macht, dat daar een verhouding is waar niet de wet tussen zit, waar niet het verlangen tussen zit, maar tussen aanhalingstekens, wat dat ook mag betekenen, rechtstreekser is. Er is een rechtstreekse discipline die positief en negatief kan zijn. En je ontsnapt nooit aan macht. Macht veronderstelt tegenmacht. Vandaar dat, die moeilijke zin die we al besproken hebben, dat vrijheid veronderstelt. Er is geen vrijheid buiten de macht. En er is geen macht buiten de vrijheid. Die twee veronderstellen elkaar. Dat roept een aantal vragen op die we hier niet te sprake brengen. Maar dat is in ieder geval het schema waarin hij denkt. In de tegenaanval tegen het seksualiteitsdispositief, zoals het gebruikt wordt heimelijk in het biopolitieke discours, door te verwijzen naar een soevereiniteitsdiscours. De tegenaanval moet houvast zoeken bij de seks en het verlangen. Dat zijn de twee centrale, niet bij seks en verlangen. Dat zijn de twee centrale termen daar, maar bij lichamen en de lust. Dus een zeer algemene uitspraak eigenlijk. Goed, wat doet hij dan? Hij gaat om die kritiek uit te voeren op eigenlijk de seksuele evolutie van zijn tijd. Dus kritiek op het soevereiniteitsdenken dat daar nog doorcijpelt, dat in het textiel van dat discours nog altijd te veel ingeweven is. En dus de mens in zijn, juist precies waar hij denkt, weerbaar te zijn tegen de macht, niet meer weerbaar maakt tegen de macht. Dat gaat hij genealogisch onderzoeken. Dat is zijn manier van denken.
dat heeft een herkomst. En als we die herkomst blootleggen, dan zegt dat iets. Dan hebben we daar een bepaald zicht op. En vandaar dat hij begint met een oorsprong te zoeken. En dat, we kennen het allemaal. Hij kan dat niet vinden in het Laars klassiek, wat hij voor zijn andere studies vaak gedaan heeft, in het begin van de moderne tijd, in de 17e eeuw. Hij moet daarvoor teruggaan, want het verlangen dat de mens zich definieert als verlangen is veel ouder dan de moderniteit en moet gesitueerd worden in het vroege christendom. In de tijd waar het christendom zich gevormd heeft en een mens neergezet heeft die verlangt naar God, een mens die zich definieert als verlangen. En dat is gebeurd in de 2e, 3e, 4e eeuw van onze tijdrekening. En dan overloop ik heel kort, ook voor de sake van deze lezing hier, dat is bekentenissen van het vlees. Hè? De eenmalige bekentenis, daarmee bedoel ik de exomologesis, fout geschreven hier, dat bij de doop gebeurt, namelijk de christen denkt, ik leef niet meer in de oude wereld, de wereld van de vergankelijkheid, ik leef in de nieuwe wereld, die van de onvergankelijkheid van het eeuwige leven, en ik ga daarom de waarheid van het oude bekennen, en dat genereert onmiddellijk de waarheid van het nieuwe. Dat is een waarheidsdenken. En we bekennen niet langer de oude vleeselijke mens te zijn. Dat is de tweede eeuw eigenlijk. Dat is die eerste bekentenis eigenlijk. Dat is de eerste bekentenis van het vlees. Maar die bekentenis van het vlees, uiteraard omdat het christendom gebouwd is op een onhoudbaar fantasma eigenlijk, dat al leeft in het hiernamaals, leeft al in de eeuwigheid, kan natuurlijk niet. Je kunt dat als christen wel zeggen. En dan zullen die meest voor de hand liggende, uitstekende christenen, die zullen bekennen dat ze ook zij er nog niet zijn. Dat is dan de exegoreusis. De monnik en de maagd, het maagdelijkheidsideaal wordt daarin meegenomen van de antieke tijd, die bekennen niet langer de oude vleeselijke mens te willen zijn. En daar komt de wil in. Dat is eigenlijk de logica in Les aveux de la chair. De wil komt binnen en de wil wordt hier essentieel met het bestaan van de mens verbonden. Hij wil iets zijn dat hij nog niet is. En dat zal het dispositief klaarleggen voor die bekentenis die niet alleen aanhoudt, ook niet alleen aanhoudt voor monniken en mensen die maagdelijkheidsidealen serieus nemen. Nee, dat geldt voor iedereen. En dat is voor Foucault het absolute belang van Augustinus. Augustinus is hier, als ik tenminste de Les aveux de la chair goed begrepen heb, decisief, omdat hij dat verlangen, die bekentenis, gekoppeld aan verlangen, niet meer toespitst aan monniken en maagden die terughoudend zijn tegen het vlees en die het vlees op afstand houden. Nee, iedereen is door het vlees gekenmerkt. Iedereen is door de erfzonde gekenmerkt. En omdat de erfzonde de wil van de mens heeft aangetast. Die zich bij uitstek, dat is zijn seksualiteitstheorie, en daarom heeft hij het niet over de belijdenissen, maar over zijn seksualiteitstheorieën die hij her en der aan het construeren is, die niet zonder meer een helemaal sluitend systeem vormen, waar dan dat hoofdstuk 14 van de Civitas Dea de meest samenvattend hoofdstuk is, met name de mens is zelf in zijn wil door datgene wat aan zijn wil tegengesteld is, getekend. Net zoals hij zelf als mens hier getekend is door zijn tegenstand tegen God. Dat is die erfzonde. En die opstand tegen God toont zich in de opstand van de erectie. En die erectologie die hij daar tentoonspreidt, toont meteen de reële situatie van de mens. En hij kan er alleen maar uitkomen door dat tot in het oneindige te bekennen. Dat is bekentenis van het vlees. En dus dat bekentenis van het vlees is meteen de vorm waarin het verlangen dat de mens is naar God gestalte krijgt. En dan zou hij verder gaan in een andere studie. Dan komt die juridisering nog massaler binnen. Dan in het Karolingische Rijk, zeker met het concilie van Lateraan, het vierde concilie in 1215... Met de invoering van de biecht, dan zal ook de reformatie in de 16e, 17e eeuw daar nog een duit aan toevoegen. Dan zal hij opgeschoven zijn naar onze tijd eigenlijk, om aan te tonen hoe wij subject van verlangen zijn. Dat heeft hij niet gedaan, dat was hij wel van plan, heeft hij schetsen voor. Maar in plaats van vooruit te grijpen en op te klimmen naar onze tijd toe,
En dus te komen tot een analyse van onze tijd, en dus van onze seksuele revolutie. What's going on? En in mijn tekst, what's going on in psychoanalysis? Wat is dat discours van psychoanalyse? Waarom is het nog steeds soeverein in plaats van biopolitiek? Heeft hij niet gedaan? Er zijn een aantal schetsen, want hij gaat terug naar voren, namelijk dat christelijk dispositief komt via negativa ook uit een ander dispositief. En hij wou als genealoog dat een gronde schets. Dat is eigenlijk zijn punt. Zoals Herman al aangegeven heeft daarnet, die hele constructie van de mens als verlangen is in feite voor Foucault niks anders dan een vorm van dat antieke manier waarop de mens met zichzelf omgegaan heeft, waarin de mens aan zichzelf vorm geeft. Waaraan hij een technique to be you, een techniek van zijn leven en zichzelf, een gnotische geoton, een hypimeleia geotou, dat hij die zorg voor zichzelf neerzet. En dan in een derde punt in mijn tekst ga ik in op het subject van de zorg voor onszelf. Wat is de subject van de zorg voor onszelf? Hier bij Augustinus is het subject datgene dat precies door mijn gehoorzaamheid aan het object van verlangen, mijn gehoorzaamheid aan mijn verlangen, genereert mijn subject. Het is niet het geval voordien. Hier is geen gehoorzaamheid aan een verlangen dat mijn subject genereert. Nee, ik heb misschien wel verlangens, dat wel, maar ik ben daar rechtstreekser, niet door wet en andere figuren bemiddeld, ik ben daar rechtstreeks de drager van. Want dat is wat subject betekent. En dan valt het hem op dat inhoudelijk gezien de christelijke ethiek en de antiek van de oudheid niet zoveel van elkaar verschillen. Men haalt de inhoud rechtstreeks bij dus vooral de stoïci, maar ook zelfs anderen. Maar hij zegt, hier is geen juridische bekommernis. Niet de vorm van een aanschepping. De vorm heeft hier niet de aanschepping van regels die bepalen welke handelingen verboden zijn. Maar, zegt hij, bij die Romeinen dan, in de eerste eeuw, is het een intensivering van het zelf, waardoor het individu zich constitueert als, dat is een interessant citaat dat ik eruit pik, omdat ik daar in mijn tekst wat op werk, het subject van zijn daden. Dat is het punt. De mens is daar subject niet van een verlangen iets te doen, hij is subject van wat hij aan het doen is. Hij is subject van zijn gebruik van de lust. En hij is de drager van dat gebruik rechtstreeks. Het christendom heeft daar een weg in gedreven. Vanuit zijn narratief, omdat het christendom precies deze plaats tot aardse plaats maakt en het verlangen naar een hemelse plaats, centraal in zijn narratief inschrijft. Wat doe ik dan om het behapbaar te maken voor hier, want ik heb een langere tekst geschreven daarover. Wat doe ik? Ik ga ik leg natuurlijk veel omstandiger uit wat er hier aan de hand is, hier bij die, zowel bij het deel 2 en 3, zowel bij de Grieken als bij de Romeinen in hun zorg voor het zelf, hypimeleia heotou. Maar ik ga zoeken naar buiten Les Aveux de la Chair dan, waar Foucault die zorg voor het zelf, dat zelf dus, wat is dat zelf en wat is het subject van het zelf, daar ben ik op zoek naar, waar hij dat uitdrukkelijker thematiseert dan in Les Aveux de la Chair. En zelfs uitdrukkelijk thematiseert dan in de hele project van de seksualiteitsgeschiedenis. En ik verwijs hier, en ik ga een beetje in op wat hij doet in zijn seminario over het subject, L'Herméneutique du Sujet, de hermeneuze, de genealogie van het subject, wat hij tot titel neemt, waar hij een heel positieve lezing heeft van de basistekst voor het neoplatonisme, in zekere zin. Hè? Als de neoplatonist zegt welke tekst je eerst moet lezen, is dit. De Alcibiades van Plato. En in de Alcibiades van Plato is de volgende situatie, en die interesseert me wel. Hè? En hier hoor ik, maar Foucault zegt dat niet, maar ik zoek natuurlijk ook altijd wat biopolitiek precies is, en hoe hij daar hier blijft mee spelen. Met name, het gaat over een politieker, Alcibiades. Alcibiades is een politiek, hij heeft politieke ambities. De situatie in het begin is, hij is door al zijn vriendjes verlaten. Hij was nogthans de meest beminde, de meest geviseerde
beloofdevolle knaap in Athene. Maar omdat hij zo narcistisch is, met zichzelf bezig is, hebben ze gezegd, rot op in jezelf, we zijn weg. Socrates is degene die blijft. Want Socrates is geïnteresseerd niet in Alcibiades zelf, hij is ook geïnteresseerd in zijn lusten uiteraard, maar is geïnteresseerd in de ziel van Alcibiades. En hij wil aantonen dat de fout van Alcibiades niet is dat hij ambitie heeft, dat hij aan politiek wil doen. Nee, je kunt alleen aan politiek doen als je daar een goede basis voor hebt. Als je de grond, het punt van waaruit je aan politiek moet doen, dat is het subject, als dat in orde is. Dat is de ziel. Hè? Daar brengt hij de ziel in. Je moet voor je moet gnotis auton. Hè? De bekende uitspraak van Socrates, het orakel van Delphi, de spreuk daarop op de ingang. Je moet jezelf kennen en als je jezelf kent, kun je beginnen met die moeilijke weg van de kennis, die misschien oneindig is, te gaan. En wat is die zelfkennis? Dat is wat Foucault interesseert. Dat is geen theoretische bezigheid, dat is een zorg voor mezelf, zichzelf. Dat is een epimeleia heo tou, een zorg voor zichzelf. Dat is de ziel. En dat is het begin van de filosofie voor Foucault. En dan begint hij ook vanuit die lijn aan de Parisia te denken, aan het feit, ik ben een zelf en ik ben drager van mezelf en ik moet voor mezelf zorgen. En dat is ook de basis van de ethiek, uiteraard. Hè. En dan maakt hij de citeer ik hier eventjes uit dat seminarie, en ik vertaal dat, stelt zich de vraag, pratende over het zelf en de ziel, gedefinieerd als zorg voor zichzelf, wat is die verhouding wat tussen wat wordt aangeduid met het reflexieve voornaamwoord heoton, zichzelf? Wat is het element dat hetzelfde is aan de kant van het subject en van het object? Dus, dat is een vraag die hij stelt en het antwoord is bekend. Namelijk, dat is de ziel. De ziel is die verhouding tussen subject en object. Die ziel is niet iets. Die ziel is een verhouding. Een verhouding tussen twee polen, waar, en dat is dan mijn analyse, waar uiteraard ook verlangens tussen zitten. Het is een spanningsboog tussen een subject en een objectpool van de zorg voor zichzelf. En daar zit van alles tussen. Daar zit in die zorgverhouding zit de ambitie van Alcibiades om aan politiek te doen. De ambitie van Alcibiades om bemind te worden door zijn vriendjes. Dus ik spoor een beetje, ik zoek hier naar het verlangen in die antieke traditie. En daarom ga ik op zoek naar het subject van een erotische zorg voor het zelf. Ik spits dat u op een erotische zorg voor zichzelf en permitteer mij, misschien ten onrechte, maar goed, dat is een denkoefening dat ik gemaakt heb, ik permitteer mij een uitweg naar een tekst en een corpus van teksten die naar mijn oordeel, hoe zou ik zeggen, dat ik versta niet goed waarom hij dat nagelaten heeft in de antieke tijd, maar een corpus van teksten die over erotiek gaan, heel uitdrukkelijk, over het gebruik van de lusten, heel uitdrukkelijk, maar die hij niet te sprake brengt. Met name in de literatuur, niet in de ethische teksten, maar in de literatuur, en ik verwijs hier naar de tekst van Narcissus in Ovidius. En die in Narcissus wordt neergezet als een uitdrukkelijk als een probleem van de kennis. Daarom neem ik het te sprake. Want Narcissus is een tragisch figuur. De moeder van Narcissus krijgt te horen van Tiresias, in zijn rol van orakelman, krijgt te horen aan, als hij net geboren is, dat hij zal sterven als hij zichzelf kent. Voilà, c'est ça. Als je jezelf kent, zult je sterven. C'est ça. Dat is het oordeel. En Narcissus, die leeft verder, en we kennen de kwestie van Narcissus, die zelfkennis wordt erotisch neergezet. Wat in de Griekse tijd rustig kan, zeker als je Plato in het achterhoofd hebt, kennis en eros gaan samen. En dan analyseer ik daar, in die Ovidius toon ik daar, dat er daar sprake is van verlangen uiteraard, nog geen beetje. Dat er sprake is van wet en transgressie. Want hij kan niet over zichzelf en hij ziet zichzelf maar op het moment dat hij zelf sterft. Als je het verhaal van Ovidius leest, is daar een verhaal van wet, transgressie, verlangen. Dus al die termen waarvan Foucault zegt dat is biopolitiek, zo mocht je niet meer denken. En dus
mijn vraag is een beetje, waarom heeft dat hier niet te sprake gebracht? Hè? Omdat de Eros te sprake komt. En dan pas ik dat toe op de verhouding bij uitstek, waarover hij het heeft, wel heeft, in het tweede deel van de L'histoire de la sexualité, in de grijsis, in het gebruik van de lusten, heeft hij duidelijk over de verhouding Eromenos-Erasteis. En mijn vraagstelling is hier, betreft, wat ik zie is, dat in die verhouding Eromenos-Erasteis, dat daar iets dergelijks, duidelijker nog bij van Narcissus te sprake komt van verlangen, van transgressie, van spelen met wet. In welke zin? Namelijk, de Erasteis is de minnaar, die houdt van een beminde, een Eromenos, maar dat past in een cultureel concept waarin een vrije knaap van een vrije man, uit de passieve, reactieve sfeer komt van het vrouwenhuis, van het oikos, waar een heer is over vrouwen, knechten en vrouwen, slaven en kinderen. Maar die vrije knaap moet van het reactieve naar het actieve, van het passieve naar het actieve gebracht worden, in een ritueel, in een soort cultuur, in een fenomeen, waarin met actief en passief voortdurend gespeeld wordt, waar de macho heer helemaal passief zich laat imponeren door de schoonheid van de knaap, en waar de knaap in de positie van een passief object van Eros de activiteit moet hebben om te weerstaan aan die Eros. En lust te hebben aan het feit dat hij meester wordt van de lust. Dus wat zie ik daar? Ik zie daarin een spel die ik herken in precies datgene wat Foucault verwijt aan de psychoanalyse. Het mag duidelijk zijn, ik citeer mezelf hier, dat de noties van verlangen, wet en transgressie en subject niet automatisch op een soevereiniteitsdispositief wijzen. Zowel het alternatieve dispositief zelf als een analyse ervan kunnen zich gerust van deze termen bedienen zonder daarom in een soevereiniteitsdispositief te vervallen. Het is niet omdat ik termen van verlangen en wet gebruik, dat ik daarom dat het soevereiniteitsdispositief in het geding is. Dat is een beetje de grond van mijn kritiek eigenlijk. De grond van mijn kritiek is waarom, om het heel kort te stellen, dus een van de punten is dat het opvalt dat Foucault in L'histoire de la sexualité wel heel duidelijk Freud en Lacan als schietschuif gebruikt, dat is duidelijk, maar dat hij helemaal anders dan in Les Aveux de la Chair, zich op geen enkele manier aan een teksteditie waagt. Dus hij heeft het eigenlijk tegen de psychoanalyse en neemt de common sense idee van de psychoanalyse for granted. Wat je eigenlijk niet kunt doen, zeker niet in die tijd, omdat die psychoanalyse is een enorm divers domein van totale discussies. Wat hij wel doet in het christendom, als hij dat bestudeert, is de diversiteit van het christendom zien, hoe daarin een draad getrokken wordt, genealogisch, om dan te komen tot... Bij de psychoanalyse doet hij dat niet. Goed, mijn verontschuldigende die ik aan Foucault toeschrijf is er nog niet aan toegekomen. Dat is een point de pensée dat hij heeft. Er is iets met de psychoanalyse. En hij ging daar nog toekomen als hij eenmaal voorbij Augustinus, die juridisering van het discours in de psychoanalyse kon doen, ingekanteld zien. Dat is mijn eerste punt. En een tweede punt is, een tweede vraag die ik aan Foucault stel, is de vraag, het is ook al te sprake gekomen hier, en ik citeer hem hier eventjes, dat is een letterlijk citaat uit, ik denk, de inleiding van L'histoire de la sexualité 2, waar hij het over zijn eigen filosofisch project heeft. Het was een filosofische exercitie, schrijft hij. Mijn inzet was het dat ik wilde weten in welke mate het denken van je eigen geschiedenis ertoe kan leiden het denken te bevrijden van wat het in stilte denkt en er de mogelijkheid voor te scheppen om anders te denken. Een fantastisch citaat eigenlijk, ook een fantastische, nobele idee. Je doet aan historisch genealogisch onderzoek om anders te denken. Maar mijn vraag is natuurlijk, en een vraag die Foucault ook waarschijnlijk geen tijd heeft om die te beantwoorden, maar die een zware filosofische vraag is, is het omdat ik de contouren van mijn denken inzie,
historisch gevormd sinds Augustinus en eigenlijk al vroeger, is het omdat ik de contouren van dat 2000 jaar oude denken dat zich in mij nog vormt, dat ik dat inzie, dat ik zonder meer daarom in staat ben tot een nieuw denken. In ieder geval kan ik iets nieuws denken, dat wel, maar kan ik dat doen op het niveau van het subject? En daar gaat het bij Foucault wel over. Kan ik het feit dat ik het punt van waaruit ik mij verhoud tot de werkelijkheid, is dat punt dat zich definieert vanuit een verlangen. En dat heeft zich geconsolideerd in die christelijke en postchristelijke geschiedenis. Kan ik dan, op basis van dat inzicht, meteen een nieuw subject van een nieuw inzicht genereren? Of moet ik denken dat dat subject een historisch fenomeen is, dat zich gevormd heeft, en dat het idee dat ik denk, dat door dat in te zien, dat ik daarom aan de historie ontsnapt, dat dat precies een idee is dat de historie alleen maar dient. Dat wil zeggen dat ik nog veel meer het subject van een verlangen zal worden, door te denken dat ik dan niet meer ben. Zeker als je het over psychoanalyse hebt, waar de sluipwegen van het denken overal liggen. En dat kent hij genoeg. Dus mijn vraag is, heeft hij zich met die vraag al zijn ander gezetst? En je voelt dat, ik vind dat misschien reikt mijn lectuur niet ver genoeg, maar dat is een serieuze filosofische vraag, een Hegeliaanse vraag eigenlijk. Hè? Kan het punt van waaruit het denken zich voltrekt, kan dat punt dat denken zelf bemeesteren? Als je Hegel leest, juist niet. Het denken moet zich opnieuw in een ens vreemd doen, verliezen daarin. Dat is juist het probleem van het 19e-20e eeuwse. Kan ik meester zijn van het denken? Zijn wij subject van het denken? En zijn wij subject van die verhouding met de lusten, waarvan wij, zeker met onze nostalgie, de la Grèce ancienne, waar wij een nostalgie hebben naar het oude Griekenland, hè, dat zit in onze cultuur, maar zijn wij in staat die nostalgie over te planten op onze tijd? Hè? Dat is eigenlijk de twee vragen die ik stel aan Foucault, en daarmee houdt mijn korte uiteenzetting op. Wel, zeer hartelijk bedankt voor toch een beknopte en heldere uiteenzetting van wat al uitgegroeid was tot een klein boekwerkje. qua omvang. Eens even kijken. Ik ben benieuwd of er al vragen opkomen bij de mensen die hiernaar hebben geluisterd. En ook misschien aan de mensen bij de mensen uit onze eigen kring die de tekst al hebben kunnen bekijken. Ook al was het alleen maar deze week. We zijn helemaal op het eind, dat moet ik wel vaststellen, bij een heel ander soort vragen uitgekomen dan we hadden zien aankomen misschien wel. Hè? Met die, ja. Met die connectie Hegel-Foucault en over die geschiedenis van het denken en de plaats van het subject daarin. Dat hadden we even niet zien aankomen, denk ik. Maar is, lijkt me toch inderdaad wel relevant. Als ik mag. Zeker. Ja, je gaat maken naar Alcibiades. Het is natuurlijk terecht, want er is daar een seminarie over. Maar op het einde van L'usage et plaisir zegt hij op merkwaardige manier iets dat mij heeft verbaasd. Namelijk, als je uitgaat van de Phaedrus, dat de liefde voor de schone jongen, die de opmars is naar de liefde voor het absolute, vervangen wordt in christendom door de vrouwen. Nu, hoe vervang je in de liefde schoon jongens door vrouwen? Dat is niet vanzelfsprekend. En Foucault komt er niet op terug. Hoe zou je dat verklaren? Ik zou het niet weten, maar ik vind het wel fantastisch. Ik ga het snel bekijken, ja. Hey, want er zit in de sexual change zit daar weer in. Dat heeft ook te maken met de late antieke tijd en de positie van de vrouw daarin. En de positie van de pederastie in die tijd. Maar ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het echt niet. Wat hij kondigt dat aan als centraal thema, maar je doet er dan niets mee. En dat is toch... Ik vind het voor mij een hele interessante vraag. Maar ik denk dat hij daarop komt, omdat de positie van de vrouw,
als ik een vermoeden heb, maar ik weet dus helemaal niet, hè, maar volgens mijn intuïtie had hij in ieder geval ook bijzonder veel moeten schrijven en zou hij dat gedaan hebben over de hoofdse liefde. De hoofdse liefde waar de vrouw, waar gespeeld wordt met wet en transgressie, maar waar de vrouw de positie van de dominus heeft. De domina, la donna, is de dominus eigenlijk, in vergelijking met de pederaste cultuur in het antieke Griekenland. En dan, misschien had hij dat in zijn hoofd, maar ik weet het dus niet. En dan was mijn indruk dat ik handen zie. Dus dat er iemand is die hier wel op in zou willen gaan. Is dat het geval, Damian Meeuwissen? Is het niet zo dat juist in Hegel fenomenologie des geistes, dat men juist daar met de ontwikkeling van het bewustzijn, als een belangrijk moment van het subject zijn, steeds een nieuwe vorm, steeds nieuw de grondslag wordt gelegd in al die gestalten voor een nieuwe vorm van denken en dus ook voor een nieuwe vorm van subjecten. Ja. Eerst, ja. Kon jij de vraag begrijpen? Kan je misschien ook de vraag en het antwoord hardop zeggen? Wel, de vraag, als ik ze goed begrepen heb, is bij Hegel, maar het is een vraag over Hegel, dus we zitten een beetje buiten het spoor van Foucault, maar bij Hegel, telkens op het moment dat de geist tot substantie wordt, wordt hij ook tot subject, en dan verandert dat subject ook een beetje, en dan is er juist verandering. Ja. Dus de vraag is waarschijnlijk, ja, maar je zegt, ja, Foucault is zich bewust van de genealogische herkomst van onze subjectiviteit, van onze subjectpositie, van als subject van verlangen, dat zal toch ook iets veranderen dan? Dus ja, je kunt dat misschien wel zeggen, maar ik vind dat te massaal gezegd en ik vind dan het wantrouwen dat uit Foucault spreekt om aan de sluipwegen en de listen van de reden toch wel genoeg ruimte te geven, vind ik dat, ja. Ik denk dat niet, hoe zou ik zeggen, ik verlies dat, naar mijn intuïtie verliest hij daar een analytische, een analytisch forse eigenlijk. Ook omdat ik me niet goed kan voorstellen, als ik van mijn leven een kunstwerk maak, ik bedoel, als ik dat hoor, ik hoor dat op elk reclamebureau. Dat is gewoon, dat is common sense. Ik kan preken tot, en ze zullen allemaal geloven dat ze van hun leven een kunstwerk moeten maken. En ze zullen allemaal mij geloven. En ik mis daar kritische analyse eigenlijk. Dat is een beetje het punt eigenlijk. Hij is helemaal gefascineerd door Hadot, maar zelfs Hadot neemt een beetje afstand en zegt, ja, wat top wat Foucault zegt. Ik mis daar, ofwel begrijp ik het niet goed, dat kan ook, hè? Ofwel begrijp ik het niet goed. Maar als ik veel interpreten zie van de levenskunst, dan denk ik, ja, inderdaad, dus, ja, neoliberaal is dat perfect in te passen. Kan ik perfect inpassen. En als het denken daarvoor dient, ik denk dan verwacht ik scherpere analyse. Scherpe analyse van ons idee van levenskunst. Wat is het subject van de levenskunst? Zijn we van het probleem af als iemand zegt, ik ga helemaal niet meer aan verlangen doen, weg met dat gepeuter in mijn eigen ziel, ik ben subject van mijn eigen leven. Ja, ik kan dat alleen maar interpreteren als, hij zou graag subject van zijn eigen leven zijn, dat is leuk, dat is verlangen, maar hij is wel subject van het verlangen eigenlijk. En dus hij zal ten aanzien van datgene wat zich als zichzelf aandient, zal er wel een afstand hebben en in die afstand zal er analytische praktijk moeten zijn. Nou, kijk eens aan. We hebben nu, ik denk dat deze thematiek kan mooi twee kanten op. De ene kant is die van het subject verlangen tot en met de geschiedenis van het denken, tot en met Hegel. En de andere kant is veel praktischer naar de notie van levenskunst vergeleken met de hedendaagse reclame en wat ze toen wel deden, de vergelijking met de slogans die rondgingen in Californië. En misschien dat zowel Mali Huijer als Herman Westerink daar ook wel op willen reageren. Maar Mali was als eerste met de hand omhoog en daarna Herman. Zal ik jullie beiden
in die volgorde de beurt geven. Ja, ik heb dank trouwens voor, voor de mooie lezing en het mooie stuk. Ik heb twee vragen die samenhangen met wat je enerzijds subject van daden noemt en anderzijds meester over het denken. En dat begint eerst, je hebt het over Ovidius, zijn beschrijving van Narcissus. En dan op grond daarvan maak je plots de relatie tussen activiteit en passiviteit, maak je tot een spel waarbij het lijkt alsof de rollen steeds kunnen wisselen. Dus die jonge man kan ook actief zijn, namelijk in het weigeren of instemmen met de daad. En de ander kan ook passief zijn. Nou, heb ik die beschrijving in L'usage de plaisir altijd zo gelezen, als dat het toch heel erg sterk verbonden is aan de ene of de andere persoon. Want die jonge man die mag passief zijn, zolang als hij geen schaamhaar heeft en geen baard. Maar zodra dat wel het geval is, mag die gewoon niet meer, is er een dusdanig taboe op de passiviteit dat hij dat niet meer mag. Anderzijds kijk je naar de interviews die Foucault in de jaren 80 geeft over die relatie tussen mannen en onder andere dus over dat SM-spel, dan vindt hij juist dat spel met die activiteit en passiviteit weer een manier om inderdaad een soort nieuwe vorm van subjectiviteit of levenskunst neer te zetten. Dus ik vroeg me toch af of je dat niet te mooi voorstelt, hoe dat tussen die Erastus en Eromenos, ik weet even niet precies hoe de woorden in elkaar zitten, hoe die relatie tussen die twee is. Dus dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, ja, je hebt het dan over dat, zeg maar, voor dat vroeg-christelijke denken, die wet nog geen rol speelt, die juridisering van het seksuele nog niet aanwezig is. En dan gaat het dus om het subject van daden. Maar uiteindelijk in je uitwerking lijkt het alsof alleen het subject van denken overblijft. Dus ik vroeg me af hoe je daar nou precies naar kijkt. Ja, op de eerste vraag over de Erastijs-Eromenos verhouding in de pederaste cultuur van het antieke Athene. Ik stel het inderdaad positief voor, omdat ik met Foucault de ethische regels daar rondleef. Dus Foucault is ook zich wel degelijk bewust, en ik denk dat dat klopt, dat die regels geperverteerd werden in andere praktijken, maar de ethiek erachter is heel duidelijk, namelijk iemand moet uit de passieve sfeer van kind zijn naar de actieve sfeer van man zijn gebracht worden. En daartussen is een zone waarin hij moet en passief en actief tegelijk zijn. Hij moet verleiden om verleid te worden en hij moet verleid worden om verleider te worden. Dat is een spel, begeleid door een pedagogos. Dat is het punt. De hele ethiek draait om de eerbaarheid van de knaap. Daarom is penetratie zeer negatief. De knaap moet zich de liefde van de ouderen laten welgevallen, moet daar een houding tegenover vinden, een usage de plaisir, een grijsisch aphrodisia, dat allemaal, maar ethisch is het centrale punt, hij moet zijn eer bewaren. En wat is zijn eer? Dat is datgene wat hem autarkisch tot zichzelf maakt. Dat wil zeggen, hij moet meester worden van zijn verhouding in die zorg tot zichzelf. En dus, hij mag zich niet laten nemen door de minnaar die er nogthans op aast. De praktijken de facto, zelfs als geplaatst is, zijn anders natuurlijk. Dat is dat subtiele spel tussen Eromenos en Erastijs. En uw tweede vraag over het subject van het denken, dat heb ik nu wat hoe zou ik, het gaat ook om het subject van de praktijken natuurlijk. Zoals ik in mijn antwoord daarnet gezegd heb, kunnen wij, eenmaal wij inzien, als wij Foucault gelijk geven, en ik behoor tot hen, want ik vind het fantastische analyse, er is natuurlijk van alles op aan te merken, dat zal wel, maar ik vind het fantastische analyse, maar ik stel me voor, als we dat inzien, kunnen we daar meteen praktische lessen uittrekken? En ik ben natuurlijk altijd een beetje huiverig als men in naam van filosofie lessen begint te trekken. Dan denk ik, als dat publieke filosofie is. Natuurlijk, iedereen heeft de neiging lessen te trekken. Dat kan ook niet anders. Dat is ook niet totaal uit de lucht gegrepen. Maar hoe beter afstand er tegenover
En dan denk ik, ik zoek niet bij Foucault naar elementen, hoe zit dat dan? En dan voel ik, ja, dan voel ik dat hij daar inderdaad zijn subjecttheorie moet verder zetten. Want dat heeft hij wel. Ja, maar niet subject niet als onderworpen aan, maar wel subject als het feit dat ik mij, bijvoorbeeld zoals in de pederastie van de antieke Grieken, ik onderwerp mij aan die ethische code. Uiteraard, dat is ook onderwerping. Maar ik definieer mijzelf niet meer als onderworpen aan een verlangen naar een goedheid. Ik ben rechtstreeks drager van, verantwoordelijk voor, een goedheid dat ik realiseer in mijn zorg voor mezelf op het niveau van de aphrodisia en van de erotiekei, de publieke seksualiteitsbeleving. Even nog een heel klein opmerkingje. Als ik deze teksten, dus die laatste teksten van L'usage plaisir, met studenten lees, dan worden ze allemaal woedend. Juist omdat die jonge man, volgens hen, helemaal niet die actieve rol heeft dat hij iets kan weigeren. En ze zeggen van ja, dat is een illusie. En als je kijkt naar de enorme MeToo-discussies over... Ja, hoe kunnen vrouwen eigenlijk wel weigeren als mannen zich opdringen aan vrouwen? Ja. Dan kan ik ze geen ongelijk geven dat ze hier toch, dat wat jij enigszins romantisch als een spel tussen activiteit en passiviteit neerzet, natuurlijk toch wel te maken heeft met machtsverhoudingen die niet helemaal, die totaal niet symmetrisch zijn. Ja, maar dat is wel interessant voor Foucault. Foucault, en daarom heb ik het ook binnengebracht, de verhouding tussen knaap, en heer, tussen Eromenos en Erastes, is een machtsverhouding. Het is een machtsverhouding waar iemand machtig moet worden in een relatie waar macht, waar hij onderworpen wordt aan een macht. En ik leg dan nadruk op die heer, die dan zich helemaal door de macht van de schoonheid van de knaap bij de sport in het gymnasium moet laten inpalmen enzovoort. En getemperd wordt door de pedagoog. Zo stel ik het. Het is een beetje romantisch natuurlijk. Maar ja, ik kan me er iets bij, dankzij Foucault, iets bij voorstellen. Dat wat Gibbon ziet als een decadentie van een antieke cultuur. Dat daar een degelijke, serieuze ethische houding voor is. Die natuurlijk, zoals elke ethische houding, zijn perverse pendant heeft. Hè? Uiteraard. Maar die ethische houding wordt beschreven en geschreven voor degene die de macht heeft. Ja, ja. Het is dus niet die knaap die de regels voorschrijft. Of die schrijft hoe dan de enkratia, dus de beheersing van je lusten, hoe je die voor elkaar kan krijgen. Nee. Dus daar blijft duidelijk een machtsrelatie aanwezig waarin de jonge man het aflegt tegen de oude. Ja, maar nog eens, er is geen verhouding buiten de machtsverhouding voor Foucault, hè? Dat is heel eigenaardig voor ons. Dat heeft juist tegen de seksuele revolutie. Je moet niet denken dat je aan de macht ontsnapt. Hè? Dat is echt christendom. Hè? Dat is de agapij van het christendom. Er is een wereld buiten de wereld, waar we niet door macht en corruptie zullen... Nee, sorry. Het is echt een Nietzscheaan. Foucault in. Het is Nietzscheaan. Sorry, we zitten in die machtsverhaal. Jawel, maar die machtsbetrekkingen die hij dan beschrijft... Zoals hij dan, zeg maar, de moderne machtsverhouding. En daarin zit niet meer die hoog-laag verhouding. Daar zit niet meer de autoriteit versus de onderworpen. Dus dat suggereert een symmetrie. Maar die symmetrie is er echt niet in het oude Griekenland. Nee, dat gaat hij ook niet. Foucault beweert het ook niet. Hè? Het is een heren. Hij legt daar naar mijn beoordeel te weinig nadruk op. Het is een herensamenleving. En de heren zijn vrij, autarkisch. Omdat ze andere mensen onderdrukken. Onderdrukking is essentieel voor een heer in Griekenland. Maar hij moet iemand vanuit het ene kamp naar het andere brengen. Het is een inwijdingsritus eigenlijk. Dus in die 2-3 jaar dat iemand baard krijgt en dan volledig baard heeft, of net ervoor, moet hij man gebruikt worden. Vandaar ook de fantasma's dat hij geen genot heeft. Dat genot alleen bij de erastijs, bij de heer ligt en zo. Dat, ja, uitleg mij... Ik vind het fascinerend wel. Ik bedoel, en ik weet niet, of, misschien ben ik fout, maar ik heb wel de indruk dat Foucault dit als een soort model voor ogen houdt. Zeer, zeer goed bewust dat dit niet meer kan. Want dat schrijft hij ook ergens. Ik citeer ergens een paar dingen. Hij schrijft ook, we moeten niet aan de nostalgie naar het antieke Griekenland doen. Dat kunnen we niet meer. Maar toch voel ik,
Ja, het is ooit toch eens anders geweest dan die christenen en post-christenen die aan hun verlangen onderhevig zijn. Dus dat moet wel eens ophouden. Voor de bovenliggende partij is het heerlijk. Ja, ook al. Zo. Zullen we, ja. Nou, dit was een hele uiteenzetting en daar zijn we niet helemaal uitgekomen. Maar ik denk dat we toch ook eens gaan horen wat Herman voor onderwerp wil inbrengen. Ja, ik had eigenlijk een volgende vraag, Mark, want je maakte er straks een opmerking over, laten we zeggen, toch ook het zoeken naar een verfijning in het analytisch apparaat. Tegelijkertijd, je geeft de lectuur van Alcibiades en een interpretatie van de Narcissus-mythe in termen opnieuw van verlangen en wet. Ja. Je brengt die begrippen ook weer daarin naar voren en je zegt eigenlijk, ja, wat je zou kunnen zeggen, wat Foucault zegt, dat het subject van verlangen pas bij Augustinus zou ontstaan en dat die relatie dat met de wet in de vorm van een juridische wet pas daar echt op zijn plaats komt. Dat je een systeem krijgt waarin om vanwege de gespletenheid in de wil het erop aankomt om het willen te toetsen aan een wet. Die vervolgens duidelijk maakt in hoeverre je hebt ingestemd met die wet of in hoeverre je die wet hebt overtreden enzovoort. Dat systeem komt met Augustinus. Maar je vindt eigenlijk de thematiek van verlangen en wet ook al in het antieke denken. Mijn vraag is, verlies je daarmee zelf niet eigenlijk een soort analytische fijnzinnigheid uit het oog? Want je zou kunnen denken, ja, die wereld van Alcibiades en de Erastes en de Romanos gaat dat eigenlijk wel over verlangen. En wet, gaat dat niet eerder om behoeften en de mogelijkheid om behoeften zelf te bemeesteren en onder controle te brengen? De problematiek van vrijheid en verslaving, maar verslaving aan de eigen behoeften. Dus raak je niet eigenlijk dat een beetje uit het zicht? En is daarmee, en dat is eigenlijk een beetje het venijn van mijn vraag, ben jij dan eigenlijk niet bezig met een soort subtiele verdediging van het structuralisme van Levi-Strauss of van het Lacaniaanse psychoanalyse? Precies dat waar Foucault een kritiek op wil leveren, door het verlangen en de wet toch weer in de antieke tijd terug te plaatsen. Nee, dat laatste is zeker het geval. Ik ben absoluut pro het structuralisme. Hè? Ja, dat dacht ik. Ja, ja, maar ik zou er een lans voor breken dat dat fout begrepen wordt. Hè? En ik ben absoluut voor de basisintuïtie van het Lacaniaanse denken, dat is duidelijk. Maar goed, het is niet de bedoeling Lacan te verdedigen hier. Als ik teruggrijp in Alcibiades naar het verlangen en de wet en mijn Narcissus, is het niet om het verlangen en de wet te praten, want dat is niet mijn punt. Het gaat om het subject. Dus wat ik aantoon bij Narcissus en bij Alcibiades is dat er wel degelijk een subject van een verlangen is, zonder dat het subject totaal betekend wordt en gedefinieerd wordt door dat verlangen. Zit toe, hè? Dus in de antieke tijd zijn er verlangens. Dat zou ik Foucault nooit ontkennen. Dat kan ook niet. Hè? Alleen definieert de mens zich in zijn activiteit die door verlangen getekend is, niet als het subject van verlangen. En dus, ik ben helemaal pro-Foucault ook, helemaal, omdat hij zeer goed geanalyseerd heeft hoe de subjectpositie daar verandert. Met dezelfde gegevens. De mens verlangt, transgresseert, houdt met een wet. Maar op een bepaalde manier is hij daar onderworpen aan geworden en heeft hij zich zo gedefinieerd. En dan komt het mij raar voor dat hij zich zo vastklampt in het seksualiteitsgeschiedenisproject aan de termen. Als ik het woordje verlangen zou gebruiken, zou ik ervan uitgaan dat ik het subject van het verlangen mee in rekening neem. Ik denk dat hij daar zelf niet akkoord mee zou zijn. Het is niet omdat ik over transgressie spreek. Dus hij moet nog, dat is mijn punt, zijn analyse van de Lacaniaanse en de Freudiaanse psychoanalyse maken eigenlijk. Heeft hij niet gemaakt. Mm-hmm. Dus dat is mijn intuïtie. Dus hij heeft het vooral tegen Reich en tegen de... Het idee dat de mens een substantie zou zijn dat zich als onderworpen aan seksuele energieën, zoveel een waaier aan psychoanalytische theorieën, dat zeker hij daar genuanceerd moet mee omspringen, denk ik dan.
Hij heeft wel een punt. En ik denk, als ik mij indenk, ik weet niet of Lacan zich daar tegenover verhouden heeft, maar zijn analyses in Les Aveux de la Chair, Lacan zou dat simpelweg onderschrijven. Is gewoon juist. Alleen, en dat is wel het punt dat ik maak, ben ik daarom, als ik dat inzie, in staat de subjectpositie waarin Augustinus en vooral de receptie van Augustinus mij gesteld heeft, ben ik in staat mij uit die positie te verwijderen. Is de mens in staat de positie van waaruit hij redeneert te bemeesteren. Foucault leert me juist dat dat resultaat is van een geschiedkundig proces waar ook Augustinus niet meester over is, want Augustinus is niet de auteur van het subject van verlangen dat ik ben. De receptie van Augustinus, de traditio, het verraad aan Augustinus en het inslijten in een soort misverstand waardoor mensen elkaar verstaan, dit is de oorzaak ervan. Kan ik door een inzicht in dat misverstand mij onttrekken aan dat misverstand? En mijn vermoeden is, omdat ik Foucault gelezen heb, natuurlijk niet. En Foucault zegt dat. Dan heb ik een probleem, ja. Ja. Dus dan denk ik, ik moet nog eens goed nadenken. Ik heb het misschien niet goed gelezen. Of, ja. Ja. Zo wordt Foucault de verdediger van het subject van verlangen. Dat is een interessante gedachte. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Nee. Nee, nee, nee. Maar de vraag is of de psychoanalyse, de vraag is of de Lacaniaanse analyse van de macht, want daarover gaat het, hè? Mm-hmm. De Lacaniaanse analyse van de overdracht, hè? In die microverhouding, hè? In die formele pederaste verhouding van Eromenos Erastes, want dat is de microverhouding in de overdracht, mm-hmm. Of ik daar precies door de termen van de biopolitiek, van de soevereine logica te gebruiken, niet precies dat doe wat Foucault beoogt met zijn macht tegen macht. En ik heb het jullie niet vermeld, ik schakel me daarin in de grond van mijn vraag of de scheiding tussen soevereine dispositief en biopolitiek dispositief, of dat zo sterk te maken is. En hier heb ik zelfs Agamben achter mij. Want dat is precies wat Agamben bekritiseert. Dat er helemaal geen verschil is ten gronde, wel de facto wel, maar niet alleen de feiten wel, maar ten gronde is het biopolitieke dispositief helemaal doorspekt door het soevereiniteitsdispositief. Ja, dat is ook. Ja. Hier ligt wel een vraag open, denk ik, die in alle respect voor Foucault, want ik vind het fantastisch. Hier liggen vragen open die we als vraag moeten naar voorbrengen eigenlijk. Mm-hmm. Maar goed. Dat om te zeggen dat ik het ook niet weet. Nou ja, een van de vragen die Foucault laat liggen is of inderdaad wat je terecht zegt, die psychoanalyse op één hoop te vegen is. Ja, dat wil zeggen, om het anders te zeggen, of Lacan hetzelfde is als Freud. Ja. Want daar valt nog wel wat over te zeggen. Je kunt van bij Lacan nog wel zeggen dat is een theorie van het subject van het verlangen, maar dat is toch bij Freud al een stuk moeilijker. Ja. Maar ik denk, als ik dat zeg, ik zeg dat eigenlijk met sympathie voor Foucault, want zo gaat dat, als je op dit niveau denkt, zeker Foucault, heb je soms schietschijven nodig. Dus hij heeft in 76, ziet hij in dat wat hij in 66 schrijft over semiotiek en psychoanalyse, dat er toch dat er een amendement nodig is, en dan heeft dat idee nodig, paf. Mm. Maar hij zei, ja, goed, en je kunt hem dat verwijten, en je kunt, maar het is geen wel eens of niet, het is ja of nee spel. Er is een vraag die zeer interessant naar boven komt daar. Zijn er nog andere vragen? Mensen die nog zaten met een vraag, we gaan richting een uur. Nou, dan blijft een beetje liggen dat punt nog over, zal ik maar zeggen, want we hadden aan de ene kant een wat frictie met zijn behandeling van de psychoanalyse, maar een ander punt wat weer meer wat om het dichter bij ons allemaal te brengen, is eigenlijk jouw verwijt aan het adres van de sommige levenskunstachtige interpretaties van Foucault. En dat vind ik ook wel interessant. Hebben we het in een voorbespreking ook wel eens over gehad. Want mijn eigen lezing van wat mij opvalt bij het lezing van dit boek bij de twee over de Grieks-Romeinse oudheid, is dat er ook wel een soort van dat dit ook een beetje een correctie brengt aan de al te vrije invulling van je leven, zoals sommigen dat hebben gelezen in die boeken. Maar daar valt ook veel op af te dingen. Ja. Want ik denk helemaal niet dat je die boeken zo, dat letterlijk staat dat nergens, dat nu een soort
alles kan vrijheid in plaats komt van overal is macht. Nee. Maar er is iets te veel in die richting wel geïnterpreteerd of zo. Dat zou je wel kunnen zeggen. Maar ja. In dit nieuwe boek is dat helemaal niet de toon. Nee, want ik sta op zich positief tegen. Ik denk dat Foucault simpelweg gelijk heeft. Alles is eigenlijk de mens die zichzelf en zijn leven vormgeeft. Foucault. Maar dan als je vandaag de dag over de technique to be you, over de levenskunst spreekt, dan heb ik altijd voor ogen ik weet niet of hij het erover heeft eigenlijk, Foucault, ik moet het eens nakijken, heb ik Jean Genet voor ogen. Het voorbeeld van Sartre eigenlijk. Jean Genet, die kent zijn moeder niet, is dief geweest, is schorrimorrie tot en met, en schrijft een oeuvre en zet zich neer in een kunstvorm die, waar ik nog altijd verbluffend van ben. Ja, ik ben bezig, ik begeleid iemand die Le Balcon vertaalt in Gent. Geniaal. Dus echt vanuit het, hij maakt zelf zijn leven. Ja. In school, alles is mooi. Als hij verkracht wordt door iemand met één arm, Stilitano in Le Miracle de la Rose, dan niks is mooier dan misbruikt te worden. Dus, dat lijkt me wel een voorbeeld waar je deze discussie. Het lijkt me een goed voorbeeld om dit onderzoek rondomheen te doen. Want Genet heeft hij volgens mij niet zoveel geschreven, maar heel duidelijk wel over een ander waar Sartre ook een boek over heeft geschreven, en dat is Baudelaire. Ja. Baudelaire is het heel duidelijk dus in discussie met Sartre en Sartre's opvatting over wat het betekent om mij je eigen leven vorm te geven, waar Foucault's versie van een bestaansesthetiek op reageert, of een variant voor is. Hè? En daar gaat het over al die dingen waar wij het vandaag over hebben. Want Baudelaire, die probeert het wel, maar die bakt er niets van. Ja, is juist, ja. Die paalt. Want die krijgt het niet voor elkaar. Ja. En dan zegt Sartre, zegt gelukkig zulke dingen als, dat is een hond. Of, die scheldt uit de mensen die mislukken. En dat vind ik dus zo, en dat heeft hiermee te maken. Want je bent gedoemd, nou ja, dat is de zin over Sartre, je bent gedoemd tot vrijheid. Nou, dat is Baudelaire ook, maar, en die wil het wel, maar die krijgt het niet voor elkaar. Daarom is het uiteindelijk een sukkel. Zo is ook zo'n taal. Ja. En Foucault herneemt dat een heel andere manier. En dat heeft hiermee te maken. Want je kunt je eigen leven niet in totale vrijheid vormgeven, maar je zit met omstandigheden. En alleen al dat het... dus dat is ook... Ja, zo heb ik dat altijd gezien. Dat is toch ook... Hij heeft veel meer sympathie voor de poging van Baudelaire. En dat ook het mislukken zelfs. En het niet helemaal slagen, want dat is niet zo makkelijk. Nee, ik heb dat nu niet uitgewerkt. Maar als Foucault nadruk legt op zorg... Hè? Hey, over de epimeleia, dan, en dat zegt hij ook zelf, hij zegt dit niet, maar dan herinner ik mij dat hij ergens in een of ander interview zegt dat hij absolument heideggerien is. Hij is een Heidegger fan. Want dat de existentieel bij uitstek in zijn insight is die zorgen. En alleen, en dat is interessant, Heidegger is een beetje bang van ethiek. Heidegger gaat daar geen ethische... Hey? Hij heeft daar politieke dimensies aan gekoppeld die helemaal fake gelopen zijn, hè, met zijn fascistisch avontuur. Maar dat doet me denken, hè, de mens is wel vrij, maar is een gesitueerde vrijheid. Hè. Ik zit in ik moet van mijn leven iets maken, ik moet mij ontwerpen. Hè. En hij neemt dat over. Maar ja, dus, en hij bekent zich daartoe, Heideggeriaan te zijn. Wat ook. Ik heb dat nu niet uitgewerkt, maar wat mij wel fascineert eigenlijk, wat er precies Heideggeriaans aan is. Ja, nou een grote vraag waar veel mensen zich wel over hebben geworpen. Ja. En misschien toch het laatste niet over gezegd is. Nou, dat is dan een thema voor een andere dag, een vervolg ooit. Wat mij betreft moeten we nu deze lezing afsluiten. Dus hartelijk dank Mark de Keizer voor de mooie lezing en ons allemaal bedankt voor de discussie.